Kijk, oeh, ze hebben buitenland. Kijk dan hoe hoog. Wat? Wat? Hebben ze... Oh nee, dat wist ik niet. Als je dus 100 punten zeg maar, houdt met het kasteel... Hallo kijkers en leuk dat jullie terug zijn bij een nieuwe video. Vandaag hebben we weer een ander spel, namelijk Castle Wars 2,5. Ja, 2,5, waarop? Geen idee. We gaan in ieder geval gewoon een campaign doen en kijken hoe ver we hiermee komen en of jullie het leuk vinden of ik het leuk vind. Zover ik weet vind ik het wel redelijk grappig, want ik heb het een klein beetje getest net zeg maar een beetje of het een beetje allemaal mee wil werken met opnames en zo. En volgens mij lukt dat aardig. Het spel ziet er dan ook weer niet zo super goed uit of zo, maar maakt het uit. Het is een internetspelletje, dus daar gaan we niet moeilijk om doen. Als we maar plezier hebben, dacht ik zo. En ik moet een kant kiezen volgens mij. Deze kant? I don't know. Deze gaan we eerst tegen. Oké. Dus we zijn zeg maar een kasteel. En hun hebben een kasteel. En we krijgen beide zeg maar krijgen we een set met kaarten. En hier links en rechts zeg maar. Rechts is van hun trouwens. We hoeven niet op te letten. En links zitten al onze items zeg maar. Je hebt hier zeg maar ons kasteel. Die is nou, laten we zeggen, 30 meter hoog. Of 30 punten hoog zeg maar. En we hebben op dit moment hebben 15 punten aan stenen zeg maar. En met die stenen zou je bij wijze van kunnen bouwen zeg maar. Dus dat ook weer. Kan ik nog op info klikken van een ding of zo? Of is men dan mijn ronde voorbij? Geen idee. Maar we hebben hier zeg maar 8 diamonds. Daarvoor, dat hebben we nodig voor magic dingen. We hebben hier 5 axes. Dat hebben we natuurlijk nodig voor aanval dingen en dat soort dingen. En hier 5 stenen voor, ja, volgens mij ook voor bouwdingen zeg maar. Dus ja, ik denk dat je, als je een aflevering hebt gezien zeg maar, dat het allemaal redelijk duidelijk is op zich. En wij kunnen op dit moment, kunnen onszelf stenen geven, maar we hebben nog genoeg stenen, tenminste voor een aantal dingen. We kunnen onze muur omhoog klikken met 6. Dus dat betekent dat, even kijken, dat deze volgens mij met 6 omhoog zou gaan. Of dat is deze, dat weet ik niet zeker. Maar we hebben hier ook remove crystals, dan halen we crystals weg bij de anderen en dan kunnen hun niks meer met crystals doen. En dat hebben we nodig voor dit zeg maar. Voor deze, Castle 22, dus je gooit 22 bij het kasteel op en dat is heel veel. Dus ja, ik denk, kijk gewoon en dan is het vanzelf wel een beetje duidelijk aan het worden hoe het spel nou een beetje in zijn werking gaat. Even kijken, ik zit te denken, wij doen eerst eventjes onze eigen muur een beetje omhoog. Daar beginnen we maar even mee. Zoals je kan zien gaat onze muur omhoog, maar in het kasteel zelf. Even kijken, nou kunnen we hun aanvallen. We kunnen crystals bij hen weghalen, dat is min 8, crystals min 8. Maar ze hebben maar 5 crystals, dus dat vind ik een beetje zonde. Misschien wacht het iets omhoog is. En bricks plus 8, dat zou wel handig kunnen zijn aan de ene kant. Want hier, we hebben als het goed is 10 bricks nodig. En dan kunnen we ons kasteel bij 10 omhoog gooien. We hebben 4 bricks en deze geeft ons 8 bricks extra. Dus dat is op zich wel een goede om te gaan gebruiken, dacht ik. Dus dan gebruiken we die... Nee, die gebruiken we hierna. Dus ik ga eerst aanvallen. Zo, de muur is bijna helemaal weg. Er zit een heel klein stukje van de muur. Even kijken. En nou geven we onszelf bricks erbij. Oké, we hebben stenen erbij. Hun doen hun eigen muur omhoog. En dan doen wij, gaan we onze eigen dingen omhoog doen. Ons eigen kasteel. Dus kijk, let op. Hoppakee, kijk. Een stuk de lucht in ging die. Magic Defense, dit is een special. Holy shit. Oké, nou, ik gebruik hem maar. Oké, we hebben een soort van shield eromheen of zo leek het wel. Ik denk dat we dat de volgende keer precies als we worden aangevallen, zeg maar. We gaan in ieder geval eerst builder plus 1, dit plus 1 of... we doen wel recruit plus 1. Dan krijgen we hier een extra mannetje bij. Even kijken, hij heeft magic plus 1 gedaan. Dan gaan we builder plus 1. Een beetje onze dingen omhoog gooien, zeg maar. En dan, even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Ja, attack plus 1, dan krijgen we hun... Ja, oké, dat is op zich wel nice. Nice om te doen. Ze hebben 10 crystals, dus ik haal gewoon hun crystals weg. Zo. Hebben ze die in ieder geval niet meer. Oh, ze stelen heel veel van mij. Dat vind ik niet leuk. Nou, dan gaan we onze muur maar even omhoog doen. Zo een beetje omhoog gedaan. Oké, oeh, we hebben een kanon. We hebben een kanon. Een kanon is heel sterk, want die doet gewoon 20 damage, zeg maar. Maar we hebben maar één kaart om te spelen, dus gaan we dat eerst doen. Kijk, crystals... Oké, ik weet niet wat het doet. Maar oké, oeh, we hebben een magic wall. Dat is een goeie. We hebben nou dus geen kaart om te kunnen gebruiken. Dus dan moeten we er één weg doen. En ik zit eraan te denken om deze dan weg te doen. Want daar hebben we er toch 2 van. Oké, dan gaan we dan. Wilde plus 1, hopen krijgen we een beetje goede kaarten. Want we hebben kaarten nodig natuurlijk. Oké,
Oké, een muur een beetje omlaag geholpen. Hoppakee. Een extra recruit erbij. Mooi. Ik hoop dat we tenminste een beetje wat tussendoor kunnen doen. Ja, kijk. 8 crystals zouden we kunnen doen. En we zouden ook ons eigen kasteel, zeg maar, flink omhoog kunnen gooien. Maar ik doe eerst de crystals. Plus 3 in totaal. Oké, hij deed ook plus crystals erbij. En dan gaan we nou... Oeh, wacht, dit is trouwens ook nog wel handig om te gaan gebruiken. Wee, dan jatten we resources van hun. Nou, resources eigenlijk ook jeugdig. Ze hadden Babylon. Oh, die is ernstig. Weet je wat? Behalen ze maar eerst weer... Ja, we gaan ze omlaag halen. Zo, bijna de hele muur was alleen maar weg. Oh, jemig. Hun groei groot. Reverse. Ja, dan haal ik iets van mijn muur af en dan bouw ik het op bij mijn kasteel. Dat moet ik eigenlijk ook weer niet hebben. Weet je wat? We doen gewoon deze. Boom. Dan schiet hij ook weer een stuk de lucht in. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje bijblijven bij hun. Of gewoon hun neerhalen. Dat kan natuurlijk ook. Weet je wat? Hoppakee. Een stukje dalen jullie, oké? En dan moeten we wel uitkijken natuurlijk eigenlijk. Even kijken, crystals, heb ik dat nog nodig extra? Nee, want ik heb niet echt iets magic wat ik nodig heb. Kom, plus 1 recruit doen. Is wel goed. Oh, ze gaan ons aanvallen. Oh, niet. Ik dacht dat ze dat gingen doen. Oh, die heeft hij weggegooid, omdat hij niet genoeg resources heeft. Volgens mij. Dus dat is wel chill. Dan kunnen we onze eigen muur omhoog gooien. Ja, dat ga ik gewoon even doen. Oké, hij heeft dat ook gedaan. Dan gaan we gewoon even aanvallen met kanon. Boom. Hele muur in één keer weg. Zo makkelijk gaat dat. En dan gaan we ons muur iets omlaag halen. En dan toch maar ons kasteel wat meer omhoog gooien. Oké, en dan kunnen we nu alleen onze muur omhoog gooien verder. Dus we hebben nu op zich een heel goed kasteel staan. Even kijken. Wall plus 12. Oh ja, dit is een goeie. Kijk, oeh, ze hebben Babylon. Kijk dan hoe hoog. Wat? Hebben ze... Oh nee, dat wist ik niet. Als je dus 100 punten zeg maar haalt met je kasteel... Dan heb je gewoon gewonnen. Nou ja, zeg. Kijk, die wist ik dus nog niet. Dus dat vond ik niet eerlijk. weet je wat? We gaan gewoon de andere kant op. En dan gaan we gewoon nog een keer proberen. Oh, we hebben daar een ijsplek. Oké. Okay. Leuk. We gaan in ieder geval nou tegen hun. Oké. Wij hebben deze kaart dus. En mogen wij beginnen? Ja. Opponents break min 8. Oh. Daar kunnen ze gewoon niks meer aan het begin, hè? Qua bouwen of zo. Ha! Leuk. Oh, nou toch ineens wel. Wat hebben ze gedaan? Oh nee, ik weet het niet. Oké, dus hadden ze geen bricks voor nodig. Blijkbaar dat was ja, dat. Oké. Even kijken, wat gaan we doen? Ik denk gewoon aanvallen. Gewoon aanvallen, want we moeten hun laag houden. Kijk, ze krijgen crystals erbij. Dan gaan wij all weapons plus 1 doen. I don't know. Geen idee. Valt anders ook aan. Hou ik niet van. Dus gaan we even ons kasteel verder omhoog gooien. Onze muur is wel bijna weg trouwens. Oké, daar hebben ze onze muur weer. Yes, helemaal top. Oké, hun hebben nou 8 steen. 8 bricks. Dus wij doen gewoon... Hoi. Dan hebben ze 0 bricks. Ik zie ook dat je elke ronde zeg maar bricks bij krijgt en dat soort dingen. Kijk, ik weet niet wat we hebben gedaan. Oh, bricks. Ik weet niet wat we moeten doen. Dat is een pijnlijke. Dat is een pijnlijke. Kijk, we geven onszelf meer crystals. Nee, want we hebben die nog nodig. Attack 9 of build 1. Ik geef mezelf denk ik een extra builder. Of de muur omhoog. We de muur omhoog gooien. Even kijken hoor. Kerst plus 5 van hun. Bonus weapons min 8. Ze hebben maar 4, dus dat vind ik een beetje zonde. Gaan we deze gebruiken? Ja, roadblock. Oh, ze hebben geen resources gekregen in die ronde, dus oké. Ik kan hem nog een keer doen zelfs. Kijk, ze hebben... Oké, nee, nog steeds niet. Ik kan hem zelf wel even crystals bijgeven. 3 crystals erbij. Even kijken, en dan... Ja, het enige wat ik kan doen is dit. Weapons min 8. En ze hebben 6. Maar weet je wat? Hoppakee, dan hebben ze 0. Dat is mooi. Even kijken. Extra bricks ga ik mezelf geven. Dan hebben we er 14. Dat betekent dat we zometeen een large wall kunnen gaan gebruiken. Deze is dat. Of castle plus 10. Ik denk dat ik toch eerst voor mijn wall ga. Kijk dan, hoppakee, de lucht in met dat spul. En dan gaan we hun eventjes... flink aanvallen. Hoppakee, kijk, daar ging een stuk van een muur. Ik heb wel weer iets omhoog gedaan, maar dat maakt niet uit. Ik moet weer een item weggooien helaas.
En dat is denk ik deze. Ik weet niet. Het kost 30 bricks, dus die ga ik waarschijnlijk nooit gebruiken. Oeh, we hebben een Babylon Tower. Ja, ik ga voor die Babylon Tower. Dus ik krijg 30 punten extra bij het kasteel. Superveel. Even kijken, een builder extra. Dus als het goed is, krijgen we dan 3 elke ronde. Volgens mij werkt dat zo. Ja, 3 elke ronde. Dus moeten we daar even op opletten. We kunnen lightning attack doen. Dus daar gaat weer een heel stuk van een muur. Hoppakee. Nice. Ze hebben wel weer bricks erbij. Weet je wat? Weg met hun spul. Hoppakee, omlaag. Ik heb die muur niet halen. En ze doen hem gelijk weer omhoog. Jongen, jongen, jongen zeg. Gaan we hem gewoon weer omlaag halen. Zo makkelijk is het. Oh, die is gelijk bij die van ons. Oké, oké. Weapons plus 8. Ja, dan kan ik ze wel flink aanvallen. Ja. Ja. Ja, want ik heb bricks nodig. Ik moet echt heel erg gaan sparen voor bricks. Maar ik weet niet hoe we dat gaan fixen. Ik geef ze in ieder geval een rood blok of een knight. Die ik nou naartoe stuur. Weet je wat? Knight. Die ga ik gewoon naar afsturen. Zo, de muur is bijna helemaal neer. Oh, ik kan mezelf bricks geven. Oké, dus ik heb 19 bricks. En we moeten naar de 30. Dus ik moet zo min mogelijk bricks gaan gebruiken eigenlijk. Dus deze kan ik wel doen, roadblock. Maar ik ga, ja, ik doe gewoon roadblock trouwens. Ja. Zo. Oké, nou kunnen we eigenlijk alleen, ja, kunnen alleen maar bouwdingen doen. Deze kost maar 3. Dus dat bevalt me het meeste. Deze kost 4, dus het valt ook best mee. En geeft onze muur wel iets meer erbij. Dus ik vind dat op zich wel een goeie. Ik doe onze muur iets omhoog. Oké, en dan weer alleen maar bouwdingen. Shit. Moet die juist niet. We moeten andere dingen kunnen gaan gebruiken. Nou, deze kost maar 3, dus doen we dat ook maar. Zo. Oh, jemig. Die van hun schiet de lucht in. Oké, de aanval. Oh, come on. Hier deed pijn. Oké, en dan magic defense gebruiken we gewoon. Hoppakee. En dan kunnen we nou Babylon. Hoppakee, we kunnen hem. Kijk, kijk, daarop. Push, hoppakee. Rise. Nice, nice, nice. En dan kunnen we nou een beetje onze muur eigenlijk weer een beetje gaan werken. Want die hebben we niet meer. Nou, dat is een heel klein muurtje. Dus dat is wat. Gaan we gewoon nog een keer een muur doen. En dan is het iets groter aan het worden. Oh, nee, ze had onze crystals. Oeh, we hebben een magic wall. We moeten heel veel crystals gaan verzamelen, nou zie ik al. Heel veel crystals. Wat gaan we dat doen? Even kijken. Oh, we kunnen niks doen. Discard. Welke gaan we wegdoen? Mage plus 1. Maar wat heb ik daaraan? Ja, dat is meer crystals per ronde, zeg maar. Dus dat is wel chill natuurlijk. Maar wat wil ik wegdoen? En niet deze muur. Oh nee, ik denk gewoon deze dan. Ja, die doen we weg. Oké, jammer. Het was een goede kaart namelijk. Even kijken. Oeh, Kessel plus 15 zelfs. Oh, eens even. Dat is niet niks. Oké, dan krijgen we 1 extra magic elke ronde door. Oh nee, ze gaan richting de 100. Dat moeten we niet hebben. Moeten we zo eerst even aanvallen. Deze doen de muur omhoog. Ik kan mezelf alleen mijn weapons geven. Shit. Nou, moet dan maar. Volgens mij kunnen we ze nu wel flink aan het aanvallen. Ja, kijk toch eens. 18, hoppakee. Zo, omlaag jullie. Wij worden hier de grootste. Oh, we kunnen onszelf alleen maar weapons geven, maar dat maakt niet uit. Hopelijk kunnen we ze zometeen weer even flink aanvallen. Shit. Maar ja, dit is wel een aanval trouwens. Oh, nee. Het is alleen de muur een beetje. Oh nee, god. Ja, eerst moet die muur neer. Voordat ik verder door kan. Dus dat is wel jammer. Oeh, bricks. All bricks. Wat is all bricks? Het haalt alleen maar een brick bij mij weg. Ik snap het niet. Het is wel een beetje vaag. We kunnen onze muur omhoog gooien. Maar ook ons castle plus 15 geven. Dus we zitten wel dichter bij 100. Oftewel dichter bij winnen. Oh nee, nee. Wat is dit? Ik vind het zo slecht dat we elke keer winnen door hun toon gewoon naar 100 te gooien, weet je wel. Volgende keer gaan we ze gewoon even helemaal neerhalen de grond in. En hopelijk komen we er wel iets verder. Want dit hoort nog maar easy te zijn. Dus dat is wel jammer.
In ieder geval mensen, mochten jullie deze video leuk vinden en natuurlijk graag meer hiervan zien, laat het even achter in de reacties. Doe ook even een blauw duimpje omhoog. Als je niet geabonneerd bent, doe het natuurlijk ook eventjes. Zoals ik altijd al zeg, niets moet, alles mag. En mensen, ik spreek jullie graag weer in de volgende aflevering. Later!